Hey, goedemiddag mensen. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ben er weer, zoals jullie zien, op mijn fiets. Wat ga ik vandaag doen? Nou, in mijn vorige video hebben jullie onder andere kunnen zien dat ik een nieuw tentje heb gekocht. De Lanshan One Pro. Die heb ik vandaag bij me. Daar ga ik vanavond in slapen, in dit stukje bos. Kijken hoe dat ringetje nou eigenlijk slaapt, hoe gebruiksvriendelijk die is in het opzetten als je ermee op weg bent. Thuis in de tuin dan is het altijd makkelijk, heb je alle gemakken bij de hand. Hier in het bos ja, is het wat meer improviseren, maar ik verwacht niet dat dat problemen oplevert. Ja, we zijn hier in een veenachtig gebied, dus ik ga vanavond een vuurtje maken in de bushbox om de muggen weg te houden, anders word ik helemaal gek denk ik. Als het goed is komt er nog een kameraad van me langs. En voor de rest ja, zie ik wel wat ik ga doen. Misschien ga ik wel proberen vuur te maken. Misschien ga ik wel knutselen. Kijken of ik een klein werkbankje in elkaar kan maken. Op de manier zoals Felix Inder dat doet. Lijkt me ook wel weer eens leuk. Maar gewoon een beetje een knutselweekendje. Even lekker eruit. Even lekker relaxed. En we gaan wel zien wat er voor komt. Veel plezier bij kijken. Nou, terwijl ik vanmiddag even zat te wachten en lekker van het zonnetje zat te genieten, heb ik ook even getracht om een vuurboogsetje te maken. Dit setje geworden. Het ligt nu nog te drogen. Het is een beetje vochtig. Ik weet niet of het vanavond lukt. Ik heb ook niet echt de goede houtsoort uitgezocht. Meidoorn. Dat is vrij hard. Maar ja, er is hier niet veel anders. Dus ik probeer het later gewoon nog eens een keer. Droog gras ligt hier ook. Dat neem ik zo meteen even mee. Dan heb ik mijn nestje alvast. En dan ga ik morgen denk ik een poging doen om vuur te maken. Ja, en als het niet lukt, heb ik er toch een uurtje plezier aan gehad. En dan doen we het gewoon de volgende keer weer opnieuw. Het tentje staat. Dat was nog even spannend. De ruimte is hier een beetje beperkt. Ja, mijn maat moet er ook nog bij. Die is inmiddels ook geïnstalleerd. Zijn plekje. Maar dit is de Lanshan One Pro in the field, om het zo maar te zeggen. Muskietennet is echt onmisbaar op het ogenblik. Stikt hier van de neefjes. Als je dat ding niet hebt, ga je hartstikke dood. Nou, hij is niet zo mooi gecamoufleerd, maar ja, dat hoeft ook niet. Maar fantastisch dingetje. Eén future van deze tent hebben jullie nog niet gezien. Ik heb er een in plaats van een wandelstok heb ik er een koolstof tentstok bij gekocht. Die was reet te duur. 53 euro. Maar goed, heb je ook wat. Inmiddels ben ik ook begonnen met het klaarmaken van het vuurplekje. Bushboxje erbij. Niet op de open grond. Ik ben al wat hout aan het zagen. Dus langzaam komen we op stoom. Wordt vast weer gezellig vanavond. Biertje staan koud. Beetje eten zo meteen. Heerlijk. Nou hoor ik jullie overigens denken. Vuur, Bert, je zit toch op veengrond? Daar hou je toch niet van? Nee, dat klopt. Daar ben ik absoluut geen voorstander van. In de hoogzomer. Maar de grond hier is nog zo nat. En het bushboxje wat ik bij me heb, heeft een asla. En dat schuif ik met een takje af en toe weg. Dus de kans dat hier een broei ontstaat is zo verschrikkelijk klein dat ik dat nu op deze grond nog wel aandurf. Als we in augustus zijn, dan wordt dat een heel ander verhaal. Dan zou ik hier absoluut geen vuur meer maken.
Pom, 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 pom. Nou, we zullen dit stapeltje hout wat hier ligt nog even klein zagen. Nou, dan zijn we ook alweer een heel eind met het vuur. Nassie, lekker. Nou jongens, jullie zien mijn vuursetje daar liggen. Ik ga eens een poging doen. Zo jongens, het vuur is erbij aan. We gaan zo maar eens de sterke verhalen aan tafel brengen. Biertje erbij. Lekker hoor. Het gezang van die vogels hier. Lekker. In de verte zien jullie ons kleine kampvuurtje. En verder niet zo heel veel. Dat is ook wel weer mooi. Maar dit moeten jullie even horen en ook zien trouwens. Kijk eens jongens, mooie volle maan erbij. En een kikkerconcert. Ik weet niet of jullie het goed kunnen horen, maar het is prachtig. Tijd om te gaan inliggen. Het is hartstikke gezellig vanavond. Lekker bij het bushboxen. Biertje gedronken, naar de maan gekeken, bevers gezien, vosje gezien net nog. Leuk man, heerlijk om weer buiten te zijn, gaan slapen. Misschien horen jullie het op de achtergrond met een kikkerconcert. Heel goed, ik zie jullie morgen. Hoi. Goedemorgen jongens. Lekker geslapen. 8:30, 16 graden. Tijd voor koffie. Zo, nog even mijn ontbijtje maken. Dan gaan we het kamp opruimen. Even het hout wegwerken. Tentje afbreken. Fiets klaarmaken. Dan hebben we weer een prachtige overnachting gehad. Fantastisch weer. Goed gezelschap. Hey, wil je nog meer? Dus ik zou zeggen, tot de volgende.